Hallo en welkom bij vandaag. Ik ben je presentator. Hallo. Alexander Pennison. Ik ben Sam. Oké, we gaan vandaag beginnen met jouw verhaal. Kan je ons wat vertellen? Want hoe kwam je daar terecht? Ja, ik weet zelf eigenlijk ook niet meer. Ik werd gewoon wakker op een groene grasvlakte. En toen, ik was een beetje aan het rondkijken en toen eigenlijk zag ik helemaal niks. Alleen maar gras en een paar bomen en struiken en zo. Oké. En hoe kwam je daar weg? Nou ja, ik ging dus naar de... ik zat een beetje rond te lopen, een beetje rond te kijken waar ik nou eigenlijk was. En toen in ik vond ik daar een tas met een mobiel erin. En ik had dus die mobiel, wou ik dus de politie bellen. Want ik wist helemaal niet meer wat er aan de hand was. Maar toen in één keer, toen kreeg ik een sms waarin stond dat, wat was het ook alweer? Stond een sms dat als er wat er ook gebeurt, bel niet de politie. En dat was mijn eigen stem, dus toen dacht ik, dit is goed mis hier. En toen uiteindelijk kwam Lara eraan. En Lara, die is, ze kwam met de auto. En dat bericht werd ingesproken met je eigen stem. Ja, dat weet ik zo ook niet, man. Oké. En hoe kwam je erachter wat er was gebeurd? Waar ging je naartoe dan? Met Lara. Oh, waar ging je naartoe met Lara? Moet hij overnieuw of? Nee, gedaan. Waar ging je? Ik ging met de auto naar... ze kwam daar mij dus ophalen aan de snelweg daar. En toen nam ze mij mee naar haar huis. En toen vroeg ze, waarom ben je er eigenlijk? Toen dacht ik dat ik maar vroeg. Ik zei maar dat ik daar werd afgezet. Maar ik werd toch naar haar huis gebracht. En toen, dat was het. Oké, en wat gebeurde er toen de witpakker je achteraan rende? Slaat het heet het in over. Oh, hoe kwam je erachter wat er was gebeurd? Ik was dus bezig, ik was een beetje aan het... ik ging bowlen samen met Lara, gingen we daarheen. En toen uiteindelijk toen had ik een sleutel in mijn zak zitten. Ik wist zelf ook niet waar die van was. Maar toen uiteindelijk kwam ik erachter dat die van de bowling kluis was. Dus ik maakte hem open. En toen maakte ik hem dus open. En toen zat er een notebook in. En die was van mij. En er zat een USB-stick in, wat bijna alles verklaarde. Oh ja. En wat gebeurde toen de witpakker je achteraan rende? De witpakker. Ik noem ze witpakken omdat ze witte pakken aan hebben. En ze... want ze liepen mij... ik weet niet wat er aan de hand was, maar... Lastige vraag. Daar kwam ik toen eigenlijk achter... Toen met die notebook dat ik een hacker was. En dat ik het in het systeem van de school had gehackt. Waardoor de school boos op mij was. Waardoor ik een straf kreeg. Waardoor ik hierheen moest. En toen wist ik helemaal niks meer. Maar nu door mijn notebook, omdat ik het heb gelezen, weet ik het weer. Oké. En hoe kom je eigenlijk weer veilig terecht bij je ouders? Dus nu waar je nu bent. Bij een Nederlandse show. Ik weet het zelf ook niet meer. Ik was heel veel vergeten. Dus ik ging weer met Lara naar huis. Naar haar huis toe. En toen uiteindelijk vroeg ze aan mij. Wil je eigenlijk niet naar je ouders toe? En toen dacht ik van. Dat lijkt me een goed idee. Dus toen had ik. Maar toen wist ik het niet meer. Omdat ik natuurlijk heel veel ben vergeten door alles. Maar toen. Toen de witpakken me dus achterna zaten. Had ik een chip uit mijn hoofd gesneden. Want ze hadden dus een chip. Die had ze in hun hoofd gedaan, zodat wij niks meer wisten. En toen had ik hem eruit gehaald, toen wist ik al veel meer. Maar het adres dat wist ik dus nog niet. Dus toen had ik in mijn notebook gekeken en kijken of het daarin stond. Maar gelukkig stond het daarin. Oké, mooi. En wil jij even Max afhalen? Oh ja, dat zal ik even doen. Hallo, meneer Hi. Helderink. Hi. Hallo. Wat vond u van het boek Boy 7? Ik vond het een spannend boek. Omdat er altijd, ik weet niet, omdat hij dus probeerde te ontsnappen van de witpakker.
En ik vond het, ja, wel een onrealistisch verhaal, omdat het natuurlijk niet echt kan gebeuren. Dat je maar zo ergens neerkomt en niet meer weet wat er is gebeurd. Ja, en ik vond het ook een leuk boek en ik raad het ook aan voor kinderen van de, ja, van mijn leeftijd, ongeveer van 12 jaar. Dus, ja. Oké. Okay. En ja, ik raad het ook wel aan voor meisjes, maar ik denk dat het meer een jongensboek is. Nou, bedankt. Tot gauw. Tot gauw. Tot ziens. Hoe lang duurt die?